Eerste helft verdient Emmen, tweede helft verdient aan Twente. Want ja, eerste helft was gewoon niet goed. Heel slecht, dramatisch zelfs. We hadden heel veel ruimte. Maar hoe wij uit de kleedkamer zijn gekomen, vind ik het wel complimenten naar het team. Wat is er gezegd in de rust? Ja, dat we anders moeten spelen, meer compact. En gewoon voor de tweede bal en gewoon arbeid leveren. Want ja, eerste helft deed dat misschien wel, maar je won geen duel. En tweede helft wel. En ja, je ziet op een gegeven moment dat je druk op de bal hebt. En dat Emma achteruit gaat lopen en dat ze voor de lange bal moeten gaan. En die won je wel veel. Hoe was de sfeer na de tijd in de kleedkamer? Was het boosheid of meer verslagenheid? In de rust? Bedoel je over nu? Na de wedstrijd, ja, iedereen is natuurlijk down. Zeker, dat zie je wel. Iedereen is, ja, het komt gewoon hard aan. Het is de eerste nederlaag weer in 2020. En we weten dat het een hele belangrijke wedstrijd dit was. En die verlies je nu. En dan komt nu een hele moeilijke periode aan. Maar we moeten gewoon als team goed bij elkaar blijven. Hoe was dit, deze wedstrijd voor jou als keeper? Je hebt er niet zo heel veel grip op, maar je krijgt toch alle ballen van links naar rechts naar je toe. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja, kijk, als keeper is het natuurlijk altijd lekker dat je wat te doen krijgt, maar je moet ook natuurlijk een goed team voor je hebben. In de eerste helft vond ik dat niet, maar de tweede helft hebben we het wel veel beter gedaan. Hoe nu door naar de volgende wedstrijd? Ja, morgen hebben we hersteltraining en dan de loop van de week moeten we het misschien anders tactisch oplossen. En dan zaterdag een mooie wedstrijd tegen AZ.